Hoi, hoi, welkom weer bij een nieuw knutselidee. En ja, leuk dat je weer kijkt natuurlijk. Wij gaan vandaag iets voor Moederdag doen. En wat hebben we daarvoor nodig? Een potje. Nou heeft hier een sausje ingezeten voor bij spaghetti. Maar in principe maakt het niet uit wat voor potje dat je gebruikt. Al doe je het met potgroente, appelmoes of wat er ook ingezeten heeft. Als er maar een theelichtje in past. En als dat is, dan is het goed. Nou, wat we nog verder nodig hebben, dat laat ik je nou zien. Nou, dit heb je nog nodig. Natuurlijk het glazen potje. Verf hebben we nodig. Touw hebben we nodig. De verf overigens mag je zelf bepalen natuurlijk welke kleur. Ik heb gekozen voor ras. Misschien is het typisch meisjesachtig voor Moederdag. Het leek me wel leuk. Een theelichtje. Ik kon geen vol theelichtje vinden. Dus ik heb hier een gebruikt theelichtje gevonden. Maar dat moet ook werken. Een kwastje natuurlijk. En ik heb een bedel gevonden van een hartje. Maar als je een houten hartje hebt of je vindt een bloemetje leuker. Dat mag natuurlijk ook. En het mag van zoutdeeg zijn. Het mag van hout zijn. Ja, ik heb hier gekozen voor een metalen ding, maar dat maakt dus helemaal niet uit. Papier dat eronder ligt is voor mij nu even de ondergrond om de verf op te doen. En nu gaan we aan de slag. Dus eventjes lekker alle spullen opzij. Oh ja, wat je ook nodig hebt, dat is toch een wit papiertje. Want daar doen we een malletje op maken. Dat je, hoe heet het, op het potje doet. Maar hoe dat in zijn werk gaat, dat zal ik jullie wel laten zien. Nou, ik heb er ondertussen een papiertje bij gepakt waar ik al een hartje op getekend heb. Deze ga ik uitknippen. En natuurlijk mag je hier ook zelf mee verzinnen welke vorm dat je gaat gebruiken. Sorry, ik moest even zien, dus ik probeerde de lucht te onderdrukken, maar dat lukte niet meer. Kijk, dit is het hartje en dat gaan we plakken op het flesje. Maakt niet uit of hoe dat het erop komt. En dat doen we door. Even met plakband, want je kan er wel lijm voor gebruiken, maar hij moet er later weer af. Oh, voordat hij verder gaat rollen. Zo. Ik gebruik iedere keer kleine stukjes plakband. Die rol ik op. En dan doe ik het op het hartje plakken. Dan krijg je een beetje dubbelzijdige plakband. Als je dat hebt, is het natuurlijk makkelijker. Zo, en dan wil ik daar ook nog, want de verf mag er eigenlijk niet onderdoor lopen. Even kijken, hebben we hem nou? Ben ik het einde natuurlijk kwijt? Oh, hier heb ik hem. Ja. Zo, ook die. Zo. Nou pakken we het potje erbij. Maakt dus niet uit, want het potje is rond. Dus het maakt niet uit waar dan je hem plakt. Als je maar mooi op het vestje plakt. Of op het potje natuurlijk. Kijk, zo hoort hij er dan op te zitten. Of eigenlijk hoe dat jij wil. Als je hem op het randje wil, dan mag dat ook. Nou, dan pakken we nu de verf. Ik hoop dat het op het papier. Want ik heb even geen bordje bij de hand. Zo. Dan doen we daar de klodder verf op. Misschien dat ik nog meer nodig heb, denk het wel. Maar dat zien we wel. En dat doen we eerst. Om het hartje gaan we tamponeren. En tamponeren, dat wil eigenlijk gewoon zeggen, ja, is dus als je verf erop hebt, dan krijg je dit. Dan klop je precies langs het hartje op het potje. Op deze manier, als het goed is, zeg ik erbij, natuurlijk altijd een verrassing, komt dan straks het hartje precies tevoorschijn. Zonder dat je op
op het glas hoef te tekenen, want dat lukt natuurlijk niet. Zo. Maar, dan zul je zeggen, kan ik niet gewoon het hele potje zo tamponeren? Ja, nou dat was ik dus eigenlijk ook van plan. Want dan krijg je een mooi relief in het, ja, op het potje, zeg maar. Dan krijg je niet al die verfstreken. Maar gewoon dit mooie relief zo. Zo. En zo ga je eigenlijk het hele potje om. En het is dan de bedoeling dat je een beetje een kwast pakt met haren die stevig zijn. Want je hoeft namelijk geen streken te doen. Dat is weer fijner voor, vind ik dan, met een kwastje dat veel soepeler is. Nou ja, hoe je het potje vasthoudt, dat zie je wel. Dat is gewoon met je vingers in het potje. En dan doe je met de bovenkant van de haren, doe je mooi kloppen op het potje. Zo, een beetje steun. Zet ik het toch daarop. En zo bedek je het. Hele potje. Huppelakee, een beetje. Het wordt natuurlijk steeds moeilijker om hem goed vast te houden. En je handen zullen toch wel een beetje vies worden, denk ik. Maar zo hou je het een beetje neon. En natuurlijk kun je ook eigenlijk met verschillende kleuren werken. Ik vind het nou eigenlijk wel leuk om het een beetje simpel te houden. Want de verf die krijgt al, dus door het tamponeren doe je eigenlijk al een beetje structuur eraan geven. Dus dan hoeft het ja, geen andere extra kleurtjes erbij. En omdat je natuurlijk dat hartje, dus dat embleempje wat ik nou net op het potje heb geplakt, al gedaan heb. Heb je daar ook alweer een onderbreking. Maar het staat natuurlijk vrij om te doen wat jij wil. Zo. Dan gaan we naar deze kant weer terug. Want we zijn bijna rond. Nou, je hoort, ik ben nog steeds verkouden. Een beetje hooikoorts vermoeden. Maar dat maakt niet uit. Dat mag de pret niet drukken. Zo. Nou, we zijn er bijna, zie je wel. En als je wat open dingen hebt, of open gaatjes, dat maakt niet uit. Dus bijvoorbeeld net als hier. Dat je wat, ja, dat er nog wat glas te zien is. Dat is helemaal niet erg. Want dat maakt het juist leuk als het lichtje daar doorheen komt. Nou, dit laten we heel eventjes drogen. Tot zo. Nou, ik ben weer terug. Het meeste is opgedroogd. Je kan er gewoon zo op plakken zonder dat het, ja, dat je vingers echt vies worden. Dus hij is droog. Nu gaan we dus voorzichtig het hartje eraf halen. En dan gaan we eens kijken of dat het inderdaad gelukt is. Voorzichtig, kijk, als het nou gelijmd was, dan zat er dus papier aan het potje. En nu, kijk. Hé, wat vind je ervan? Nou, hier gaan we mee verder. Maar dan ga ik eerst even het bovenste papier met de verf even verwijderen. Die mag opdrogen, dan kan die weg. Nou ja, het teletje past erin, dat weten we. Nu gaan we het hartje erbij, of eraan hangen. En dat doen we met touw. Als je gewoon met iets anders wil, ja, hoe noem je dat, van dat raffia lint, dan mag het natuurlijk ook. Maar ik vond dit touw wel leuk. Dus daar knip ik een stuk van af. Even kijken, dat doe ik eerst
even om het rondje. Dan om het potje. Je mag het een paar keer eromheen wikkelen. Als je dat wil. Dat is geen probleem. Hier doe ik heel voorzichtig een knoopje eromheen. Oh, dan moet hij hier wel. Zo. Hup. Ja, eens even. Daar doe ik geen strikje omheen. Gewoon een knoopje erin leggen. Beetje prulwerk. Zo. Nee, ik doe dat even anders. Ik krijg ineens een ander idee. Hup. Kijk. Dit doen we even zo. Ja, dat kan ik zomaar in één keer krijgen. En dan vind ik het denk ik toch mooier om daar wat meer touw omheen te wikkelen. Zo zie je maar weer dat alles kan veranderen terwijl dat je met een ideetje bezig bent. Zo. Hup. Want dan komt de touw iets breder over. Hup. Kijken of dat hij dit gaat redden. Nou, net wel, net niet. Zo. En dan moet er eigenlijk een dubbel knoopje in. Maar dat ga ik niet meer hebben. Dus hij komt inderdaad toch. Zo eraan. Huppelagee. En dan kan ik hier nog een dubbel knoopje mee doen. Huppelagee. Goed strak trekken, want touw, dat kan natuurlijk losschieten. Kijk. En dan nu ga ik onder een lintje, onder zo'n stukje touw, eventjes dit lintje doorpielen. Frummelen. Daar het hartje aan. En daar doen we dan weer een knoopje aan. Ja, dat vind ik net iets leuker. Zo. Nou, eventjes goed knopen. Kijken we dadelijk wel of we dan met hem recht kunnen krijgen. Zo, een beetje strakker dan. Yes. Huppelee. En dan zo. Nou, kijk eens. Nou, en hoe vond je... Oh, ik heb mijn bril nog op. Eventjes afzetten. En hoe vond je het? Kijk, hier kun je zo dadelijk het hele... Ik doe zo dadelijk nog even een foto maken. Die kun je aan het einde van het filmpje zien. Daar doe je een theelichtje in. Die laat je branden. En dan door het wazigen van dat tamponeren zie je ook het licht. Maar sowieso ook door het hartje. Nou, dit hartje is er ook leuk uitgekomen. Kijk, en dit is eigenlijk weer een idee om aan mama te geven. En ik denk echt dat ze er blij mee zal zijn. Ik zou zeggen, veel plezier ermee. Like, reageer en abonneer. En tot de volgende keer. Doei doei!